Ontmoet Johnny. Hij is een gelukkige toekomstige vader. Je kunt het aan zijn gezicht zien. En hier is Rachel, zijn vrouw. Nu zijn ze ouders van twee prachtige kinderen. Maar zijn ze er klaar voor? Als het kind ziek is, is mama extra bezorgd. Donutpillen en een beer Haribo shot is de droom van elk kind. En misschien zelfs de droom van sommige volwassenen. Maar Rachel heeft een speciale verrassing voor papa. Bewegen is heel belangrijk voor een actieve dag. En als kinderen niet actief willen zijn, moet je ze geïnteresseerd maken. Crocs met snoep zijn zowel stijlvol als lekker. Misschien moeten we er slagroom bij doen. Oeps, we hebben een vreemde romige pasta gemaakt. Ondeugende kinderen maken dit zo gek. Vooral tijdens het schoonmaken. Cool, een mysterieuze goochelaar is stressbestendiger. Kinderen kunnen alles doen wat je ze vraagt. Wow. Nu is alles kristalschoon en het huiswerk is gedaan. Wow. Dit verdient een zoete beloning. Johnny heeft een moeilijkere taak. Hij moet zijn hersenen vinden. Wauw, dat is de spirit. Maar het lijkt op dat deze missie onmogelijk is. Een zoete kauwkind en een schoonmaker gaan niet samen. Om dit rommelige kind de juiste weg te wijzen, heb je een speciaal voertuig en wat geduld nodig. Oh, nu is er een boete. Ouders staan altijd klaar om hun kinderen alles te geven. Behalve voor Rachel. Wauw, een chocolade- en koolsandwich. Het is raar, maar het werkt. Mama is een meester in vermomming. Zodra je afgeleid bent, beginnen kinderen chocolade te eten als ontbijt. Wie zijn schuld is dat? Dat klopt, niemand. Maar er is altijd een alternatief voor snoep. Het is niet zo zoet, maar papa kan het opeten. Of kan hij dat niet? Iedereen loopt ergens heen. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. De ochtend van de ouders begint niet met koffie.
Johnny weet hoe hij moet omgaan met hongerige kinderen. Tenminste, hij denkt dat hij dat weet. Oh, ja. Alleen pizza eten? Waar dachten Johnny en Rachel aan? Aan de gezondheid van hun kinderen natuurlijk. Totdat de vader hebberig werd. Waarom at hij alle pizza's van de kinderen op? De straf duurde niet lang. Dat is een natte, doodlopende weg. Als de stad slaapt, wordt ze wakker. Nee, het is geen maffia. Het is gewoon een hebzuchtige Johnny. Het is een sluwe eigenaar van een chocoladebar. Niemand houdt van hebzuchtige mensen, zelfs kinderen niet. Een gezonde lunch is veel beter dan alleen chocola. Maar kinderen hebben eten nodig om er goed uit te zien. En Rachel weet dat. Sommige mannen blijven voor altijd kind. Het is belangrijk om dat in je voordeel te gebruiken. Als een kind een hoge temperatuur heeft, heb je siroop nodig. Maar hoe drink je het? Chupa Chups en medicijnen is een perfecte combinatie. Misschien kan deze methode ook werken voor Johnny. Jammer dat er geen siroop is voor de hersenen. Nu staat zijn mond in brand. Fruit is natuurlijk goed voor je. Niet waar, Johnny? Maar een Happy Meal is zeker beter. Het is de unieke gezonde fastfood. Hey, wat doe je met een ei, man? Als je niet tot een overeenkomst kunt komen met kinderen, moet je creatief zijn. Een mixer kan daar echt bij helpen. Smoothie is veel lekkerder dan alleen fruit. Helaas kun je niet hetzelfde zeggen van hamburgers. Het is makkelijk om Johnny's rust te verstoren. Vooral als het gaat om het haar van zijn dochter doen. Johnny herinnert zich zijn mislukte kapsel. Hij deed het op meesterlijke wijze na. Gelukkig werkt mama niet zo. Kunst kan schadelijk zijn voor de tanden van kinderen. Eetbare potloden zijn een geweldige manier om een afspraak met de tandarts uit te stellen. Maar niet met een psychiater. Kinderen en yoghurt zijn als pinguïns in Afrika. Ze staan heel ver van elkaar af.
Maar Rachel is niet gewend om zo makkelijk op te geven. Geweldig! Wow. Diepvriesverrassingen voor kleine kieskeurige eters is goed. Oh. En hier ligt bevroren Johnny. Ouders weten echt hoe wanhoop voelt. En vaste touwen zijn geen garantie voor veiligheid. Het is nog niet afgelopen.